In Lettelen, in het buitengebied van Deventer, gaan wij als groep bewoners ons terrein op een bijzondere manier inrichten. Samen met het waterschap maken we plannen om het huidige waterbeheer aan te passen. Daarbij maken we gebruik van voorbeelden die terug te vinden zijn in de geschiedenis van ons gebied. Nu nog is de inrichting een kunstmatig systeem dat erop gericht is om overtollig water snel af te voeren en er zomers weer water in te laten. Ook onze watergang is erg diep, heeft steile oevers en is kaarsrecht. Alles erop gericht om het water zo snel mogelijk af te voeren, omdat de moderne landbouw daar altijd om vroeg. Maar dat geeft natuurlijk problemen in droge zomers. Daarom hebben we goed gekeken naar de geschiedenis van ons landschap en we hebben daarvan geleerd. Salland was tot in de 16e eeuw een woest en vooral moerassig gebied. Het water werd traag afgevoerd via ondiepe watergangen, de grondwaterstand bleef relatief hoog en bij hevige regen kon veel water worden vastgehouden. Zo'n brede moerassige strook met passende begroeiing maakt van een kaarsrechte waterafvoer weer een natuurlijke spons. Met het plan wat we gaan uitvoeren wordt het water minder snel afgevoerd. Daardoor zullen hier de grondwaterstanden in het gebied omhoog gaan. En ook wat belangrijk is de dynamiek. Het verschil in hoog en laag komt weer terug zoals het vroeger was. Dat is voor de ecologie erg van belang. Maar we doen het dan ook wel zo dat de boeren er geen last van hebben. De les die we leren uit de historie van ons landschap is dat een natuurlijke spons grote wisselingen in wateraanvoer en droogte veel beter opvangt. Dat principe gaan we toepassen bij de inrichting van ons terrein.